Waarom een boek over Tido Houtsma? Ja. Omdat ik denk dat hij de moeite waardig is om er een boek over te maken. Tido is een jongen. En een jongen die al je dingen meemaakt en dingen belibbert. En hoe dingen nadenkt en wat van dingen vindt. Dat is Tido. Een aardig jongen, maar hij had ik wel wat orenkanten. Ja, bij gewone dingen gebeuren wel eens dingen die het wel heel leuk binnen. Of die het heel vreemd of heel akelig binnen. En daar kerst dan een verhaal van maatje. Kerst het per verhaal lezen. En het maakt mij ook wel een beetje een beeldje aan van wat Tido is. Waarom is het keepie maten? Ja. Omdat het denk ik een boek is wat in principe schreven is van de oudste band van de basisschool en het begin van het vastzit onderwijs. Het is eigenlijk een bennenboek wat ik geschikt is voor volwassenen, of een boek van volwassenen wat ik voor ben geschikt is. Dwars net zeker, zei hij. En door had gelijk, Tido Houtsma. Ik is beter net dwaan, roken is net voor zuurtjes. Hij zeeg mij even aan en blies de reek van zijn checkje omheeg. Toen was het vanzelf nog niet gerookt. Oh jawel, zei ik. Maar ik rook alleen nog sigaretten. Je check, dat vind ik echt niks. Je hebt ze zeer mij verheerd aan en boert een beetje naar mij ta. Rookst toch wel, vreeg het. Ik vind het ons niet voor die. Ja, heer, zei ik. Ik wel. Mijn omke Harker rookt ook, al jaren. En die had het mij leerd. De oren jongens leuden mij net een koekwasjen. Ze zeer mij aan en laken me wat. Je hebt ze kamer oorijn en roe naar mij ta. Hij stierde nog vlakje oor mij en joeg mij zijn checkje. Hier, zei hij. Doe dan, Tido. Dit aan een sjen als een kerel beest en je zuurtje. Ik ging steen en pakte het checkje aan. En wils ik van heel dicht bij Jets onzeer, nam ik een trekje. Het smaakte vies en ik proef een bronnerige smaak in mijn moelen, doet ik de reek binnenkrijgen. Ik ging maar mijn holle nog dichter naar Jets ta en blies hem alle reek in het gezicht. Hij zei neer. Ik nam nog een trekje en nog eens blies ik de reek midden in zijn snuit.